Zondagavond, 7 uur bij Lobit. En voor de allereerste keer in de vaderlandse geschiedenis een zwarte talkshow op de grote mensenbuis. Lobit was dus niet alleen een goede plek voor de Batavieren om Nederland binnen te komen. En Lobit is niet alleen een goede plek waar de Rijn ons land binnenkomt. Maar Lobit blijkt dus ook een goede plek te zijn voor ons om de eter in te komen. Mijn naam is Gilly Kossen en samen met Yvette ga ik dus dit programma presenteren. We gaan het vandaag over popmuziek hebben en we hebben gasten uitgenodigd. Richinel, Angela Groothuis en Sherry Weidenbos en natuurlijk Vincent Henaar. De eerste artiest heeft u inmiddels dus al aan de slag gezien. Dat is DJ All-Star Fresh. DJ All-Star Fresh die heeft op de World Supremacy Battle of DJ's in New York de tweede prijs gewonnen. En we komen later in het programma nog uitgebreid op hem terug. We hebben nog meer artiesten. We hebben Ellert Driesen. En verder hebben we ook nog Piaiman en Mimere Boekoe. Vorige week in het concertgebouw tijdens de Uitmarkt. En vandaag bij Lobit. En dan hebben we twee vaste rubrieken, zwart op wit, de mediarubriek en het open podium. Maar we gaan nu eerst kijken naar een filmpje van Erik Blom, 30 jaar Nederlandse popmuziek. Van harte gefeliciteerd, de Nederlandse popmuziek bestaat 30 jaar. In 1959 scoren Peter en zijn Rockets een hit met Kom van de dak af. Ja, inderdaad. De Blue Diamonds veroveren de wereld met Ramona. Anneke Greunlo ontvangt een gouden plaat voor Brandend Zand. Rob de Nijs bezingt het ritme van de regen. Beatmuziek van de Golden Earrings, The Outsiders en The Motions. In 1965 lanceert Veronica de Top 40, Nederlands eerste hitlijst. De platenpersen draaien inmiddels op volle toeren. Hits voor Mouth & McNeil, Oscar Harris en de Twinkle Stars. Nieuw is de palingsound uit Volendam van de Cats. Jodelen met focus. Lemming in Chef van Oekers discohoek. Het is al begonnen. Kleiklontenrok van Normaal. Herman Brood weer uit de goot. Meidenpop van de Dolly Dots. Luf en Beep. Zingen ze wel echt? Number one in England. The Smurf Song. Vader Abraham verdient een dikke boterham. Kom van de dak af wordt voor de derde maal uitgebracht. Doe maar, maak de meisjes gek. Wanden vol gouden platen. Masada wordt te groot voor Nederland. Van harte gefeliciteerd. You and Me, Hollandse disco van Spargo. Dertig jaar Nederpop. Iets om trots op te zijn? Pijnlijk afwezig zijn de zwarte acts. Terwijl Terence Trent D'Arby en Prince de wereld veroveren, moet Nederland het doen met Wij willen WW, Januari, Februari en De Wasmachine. Nogmaals van harte. Aldus 30 jaar popmuziek in Nederland. Ik heb een aantal gasten uitgenodigd waar ik mee ga praten. Meidenpopster, producenten, ex-Dolly Dot, Angela Groothuizen. Give her a nice round of applause, y'all. Een man die een hekel heeft aan de omschrijving androgyne, daar moet ik eventjes spieken, wanneer het zijn eigen persoonlijkheid betreft. Hè. Een van de meest veelzijdige artiesten van dit moment uit Nederland, Richinel. Over mijn derde gast kan ik vrij kort zijn, kort en bondig, heel krachtig, een dame uit Suriname, Sherry Weidenbos. Nou, ik begin maar meteen met Sherry, ik bedoel, een dame uit Suriname, je komt helemaal niet uit Suriname. Nee, hoe weet je dat? Ik wist dat je die vraag zou gaan stellen, hoe weet ik dat? Ik heb je toch uitgenodigd voor het programma?
Jij. Ja, tuurlijk. Jij mij, ja. Ja, maar goed, daar gaat het even niet om. Je bent zelf nooit in Suriname geweest. Nee. Het was een grapje. Het was een grapje. Het was een grapje, een dame uit Suriname. Gewoon. Maar ik heb er natuurlijk wel iets mee te maken. Ja? Dat kan je wel zien. Ja. Aan mij, lijkt mij. Ja, alhoewel, mijn vader had natuurlijk ook uit Afrika kunnen komen. Ja, maar mijn vader komt uit Suriname. Het is maar dat je het even weet. Angela, de Dolly Dots, die zijn ermee gekapt. Wat doe je op dit moment? Nou, op dit moment zijn we het afscheidsconcert aan het voorbereiden. Want dat is op 2 oktober. Nou, we moeten natuurlijk alles weer ophalen. Repeteren, dansen. Aha. En veel besprekingen. En daarnaast ben ik bezig geweest met het schrijven van liedjes. Mm-hmm. Je maakt een solo op, hè? Hoor ik? Nee, ik ga niet helemaal solo. Je gaat niet solo? Nee, ik ga het project samen aan met Ruud Mulder. Aha. En je hoort het nog wel. Ruudje van Spargo. Ruudje van Spargo. En de producent ook van Robert Jacketti en de Scooters. En van alle producten waar ik aan mee geproduceerd. We gaan het straks uitgebreid hebben over de producten van Vaderlandse Bodem. Richenel, je debuutsingle, L'esclave endormi. Mijn Frans is niet echt wat het wezen moet, maar het betekent zoiets als de slapende slaaf. Ja? Dat was je debuutsingle, dat werd ontzettend goed ontvangen wel. Ja? Ja. Ik heb wat gelezen erover en zo, heel veel. Je LP, A Year Has Many Days. Wat gebeurde daarmee? Werd ook goed ontvangen, maar voordat we even verder gaan met die LP, ik hoorde in dat filmpje, er was helemaal niets zwart. Ik ben toch in Nederland geboren, zoals je weet, 31 jaar geleden. En in die 30 jaar zijn er 2 hits geweest, weet ik. Eentje van Max Wojski, BB met R. En eentje van Millie Scott. Ja, welke? Fernando, Filippo en José, ja, oké. Okay. Die LP, ja, nou, die is aangeslagen. Ja? De LP, Year Has Many Days. Ja. Daar stond ook Dance Around the World en Temptation stonden daarop. Ja. Maar toch heb ik het gevoel, als ik naar die single luister, L'esclave endormi, en later naar die LP, dan hoor ik dus echt dat je op die single, toen je dus nog bij een kleine platenmaatschappij zat, of de Megadisc was dat. Ja, laten we geen namen noemen. Mag best hoor, ik heb het ook. Nee, ik ga straks ook namen noemen in een ander context. Ik deserve all that credit. Maar goed, daar had je toch meer vrijheid om dat ding te maken, volgens mij. Ik hoor producers... Nou, vrijheid. Ik ben gewoon heel koppig geweest. Iedereen heeft me destijds ook al voor gek verklaard dat ik dat wilde zingen en niet een disco-hitje. Okay. Maar nogmaals, disco-hitjes kan iedereen zingen. En misschien wel 10 keer beter dan ik. Mm-hmm. En dat is de reden waarom ik per se dat andere wilde doen. Mm. Oké, okay. Sherry. Je bent even een weinige zwarte artiesten, bovendien nog vrouw ook, die in het Nederlands zingt. Ja. Hoe verklaar ik dat? Verklaar ik dat? Ik vind het prima hoor, maar... Ja, ik ook. Ik ben weliswaar niet hier geboren, maar Nederlands is wel mijn moedertaal. Ja. Ik denk in het Nederlands, ik droom in het Nederlands. En voor zover ik dat zelf kan beoordelen, zing ik redelijk goed in Nederlands. En dan heb ik het over de uitspraak en over de woorden en over de cadans en dat soort dingen. Mm-hmm. Nederlands gaat altijd door voor een taal die niet zwingt. Nou, dat is absoluut niet zo. De mensen die die teksten maken, zwingen niet, denk ik. Ja, ja. Maar Nederlands kan heel goed zwingen. En... Hoe reageert het Nederlandse publiek als ze plotseling een zwarte vrouw, zeg maar, met iets zinnigere teksten dan Wasmachine en Januari, Februari. Hoe reageert het Nederlandse publiek op jou? Wisselend. Het witte publiek? Ja, ja. Wisselend. Tot het moment dat het nummer Dame uit Suriname uitgebracht werd. Ja. Voornamelijk positief. Of ze zeiden helemaal niets. Dame uit Suriname was de start voor enorme scheldpartijen. Ja? Ja, dat nummer is wat mij betreft dan met een knipoog gemaakt. Ja? Zwart geld op de bank. Ik weet niet of je de tekst kent. Ja. Dat is allemaal een grapje. Ja? Maar dat werd door een hele hoop mensen bloedserieus genomen. En dat heb ik geweten ook. Mm-hmm. Zelfs ik heb er nog... Dat van geleden, ja, want ik zat in de koortje. Ja. Ah. Dus bij mij in de buurt was het ook in die winkels van, nou, ik zou er mijn hand niet voor in het vuur willen steken over dat zwarte geld op de bank. Ja, echt waar, het is wel gebeurd. Niet te geloven. Oké. Ik wil het hebben, toch omdat bij Lobit nou eenmaal een programma is waarbij we zaken met een, zeg maar, een zwart oog bekijken. Ik wil even over het algemeen beginnen. Ik vind dat de Nederlandse popmuziek, dit is een stellingname die ik neem, op dit moment op zijn gat ligt. Ja? Mm. Hoe komt dat? Waar ligt dat dan?
Dat hoor ik van alle kanten. Dat hoor je uit de platenwereld zelf ook. Ja. Iedereen staat op straat, het gaat heel slecht. Dat was 10 jaar geleden toch ook al zo? Ja. Zei iedereen dat toch ook al? Nou, ik denk... Sinds de Golden Earring is er toch vanuit Nederland niets gekomen? Ik ben het daar niet mee eens. Er wordt jullie... Nee, maar luister, sinds 10 jaar is er niks uit Nederland gekomen. Waar hebben jullie het over? Ja, jij toch? Wij zijn jij er toch onder andere? Inderdaad. Nou, ik kan zo wel een paar mensen opnoemen die het heel erg goed gedaan hebben, ook internationaal. Ja. Maar jij bedoelt dat ze niet doorgebroken zijn? Heb je het daarover? Ja, nou, wat ik bedoel met het aandeel van het Nederlands product, ja? Ja. In de popindustrie was in 1983 was dat 25%. Welke markt bedoel je? De Nederlandse markt of de wereldmarkt? Nee, ik heb het gewoon over de popindustrie. Ja. Het Nederlandse aandeel. Ja. Internationaal gezien? Ja, nou, in Nederland. Laten we eens, in Nederland, ja. En het aandeel in Nederland wat er omgezet werd van de Nederlandse markt was 25%. Ja. In 1987 is dat 14%. Niet best. Ja, dat is niet best. En ik vind ook dat... waar ligt dat aan? Is er geen talent in Nederland of zo? Nee, het is gewoon de instelling van de Nederlander in het algemeen, denk ik. Alles wat van ver weg komt, is fantastisch en te gek. Ja. En vooral uit Amerika natuurlijk, hè. En ze hebben gelijk, want dat is ook fantastisch en te gek. Maar wat hier gebeurt, kan ook fantastisch en te gek zijn. Ja, maar de Nederlander heeft dat... Ik weet niet wat dat is hoor, maar die heeft dat heel vaak. Ja, met dingen die van ver weg komen. Ik denk wat er ook mee speelt is dat ten eerste plaats is Nederland heel klein. En dan kan je over zeuren en zo, dat nadeel heb je. Dus als je hier een hit hebt en je bent wereldberoemd in Nederland, dan ja, is je wereldberoemdheid is wel erg klein. Het punt is ook dat je, als je een single uit hebt, dan moet je naar allerlei programma's toe. Het liefst heel ver weg. In dat kleine Nederland. Ja. En mensen kunnen je gewoon gratis overal zien optreden. En elke week als je aan het werk bent, hoor je die artiesten live zingen met de band. Hetzelfde achterlijke gesprekje. Ja. En er is helemaal geen magie meer. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja. Er is iemand die wil reageren. Kijk, ik vond wat Charlie net zei, dat het generaliseerde als je praat over Nederlands. Maar het zit hem hier helemaal in het systeem. Het systeem in Nederland is een soort omgekeerde piramide. Er is genoeg aanbod. Maar die boys die daarover gaan in Hilversum, daar gaat het om. Okay. Die zijn te bang om op een bank te vallen. Ja. Goed, nee, wacht even. Daar wil ik het even met jullie over gaan hebben. Okay. Dat is wel een bekende uitspraak. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... ik heb geen hit meer en ik word niet gedraaid, word geboycott. Maar je moet ook bedenken, die mensen krijgen... per week iets van 110 singles en 30 LP's. En dan kiezen ze op dat moment die plaat uit die ze het meest aanspreekt. Daar wil ik nu gaan afvragen of wij misschien niet met z'n allen moeten zorgen dat in plaats van dat zo te wijzen, zorgen dat we beter worden. Ik vind dit een ontzettend goed punt, want we hebben namelijk... omdat we dit verwachten, we zijn met het programma bezig geweest, we verwachten dat dit zou gaan gebeuren, hebben we dus een filmpje daarover laten maken. Een filmpje van Erik Bom over een Nederlandse band die tapejes opstuurt. Kijk even naar de monitor. Muziek maak je in de eerste plaats voor jezelf, maar ook omdat je gehoord wilt worden. Door het publiek in de zalen waar je optreedt en door de mensen thuis via de plaat, en uiteindelijk via de radio. De Amsterdamse groep Kaf Blauw maakte ooit een eigen beheer, een mini-LP en een cassette. Commercieel werd het geen succes. De financiële middelen schoten tekort en de distributie liet ook te wensen over. Dat moest anders. Beter. Professioneler. Aankloppen dus bij een platenmaatschappij. Maar welke? Op goed geluk stuurt de groep cassettebandjes met eigen nummers naar 12 Nederlandse platenfirma's. Voor de zekerheid worden de doosjes met een paar druppels lijm verzegeld. Een vriendelijke bedelbrief, een biografie en een paar postzegels voor antwoord worden bijgesloten. Twee maanden later zijn 11 bandjes teruggekomen.
Vijf van de elf zijn nooit beluisterd. Het lijmzegel is nog intact. Maar wel luidt het bijbehorende briefje dat de platenfirma na intensieve beluistering heeft besloten toch maar niet met Kaf Blauw in zee te gaan. De groep neemt nog maar eens de proef op de som. Dezelfde 12 platenfirma's krijgen weer allemaal een bandje. Niet met muziek van Kaf Blauw, maar van All You Fools. Dat is een groep die helemaal niet bestaat. Op het tapeje staan opnames van de Rolling Stones en de Eurythmics. Bij de cassette stuurt Kaf Blauw ook een uit de duim gezogen biografie die expres knullig is vormgegeven. Na enkele weken beginnen de bandjes binnen te druppelen. De groep voelde al nattigheid. En inderdaad, de een na de andere reactie is negatief. Over de muziek van de Rolling Stones en de Eurythmics schrijven de platenmaatschappijen: artistiek ongerijpt, geen commerciële mogelijkheden. Ondanks alles is het Kaf Blauw toch gelukt een kleine enthousiaste platenmaatschappij te vinden om het werk te persen en uit te geven. Resultaat: een LP, CD, videoclip en single. Nou, jij weer, Angela. Waren het de hits van de Eurythmics of LP? Nou, dat doet er in feite niet toe. En ja. Bedoel, of de Eurythmics nou, of we nou hun hits nemen, ja. of iets anders. Hun kwaliteit is dat. Het waren geen hits. Het gaat niet om de hits, het gaat gewoon om het feit dat ze een bandje dichtplakken. En dat gewoon dichtgeplakt terugkrijgen. Ja. En er gewoon keihard een briefje bij zit van... We hebben ernaar geluisterd. Dat mensen dat opsturen, waarom gaan ze niet zelf? Ik heb ook met een oorspronkelijk begonnen bij een cassettelabel, Fetish, lang geleden. Ja, maar maakten ook onze bandjes op die manier. En uiteindelijk is Rie met zijn bandjes gewoon onder zijn arm naar Engeland gegaan. En bij al die platenmaatschappijen zelf binnengestapt. Ja, ben ik gek om al die bandjes te gaan versturen? Al dat geld, waar het vandaan? Ja, maar dat moet je ook weten. Dat moet je doen. Ze weten toch wat ze doen, dan weten ze dat ook wel. Ja, maar het is toch te gek voor woorden dat je gewoon van een platenmaatschappij een pertinent leugenbrief terugkrijgt. Ja, er zitten gewoon bij heel veel platenmaatschappijen de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen. Ja. Ik weet toevallig een paar mensen die A&R managers zijn, die dan de zulke bandjes zouden moeten beluisteren. Want daar hebben we het dus over, hè? A&R managers. A&R managers zijn de mensen die bandjes aan inkopen. Maar die hebben dus ook niet één laadje vol met bandjes. Ja. Dat zijn dozen vol met bandjes. Nou, degene die ik ken, die luistert, ten eerste praat de bandjes die er best verzorgd uitzien, luistert hij sowieso af. En ja, god, echt checken, doe ik natuurlijk ook maar niet. Neem me niet kwalijk, Angela, ik kan hier niet voor vallen. Ik bedoel, wat je nou tegen me zegt is een tramchauffeur die begint te klagen omdat hij iedere dag dezelfde route moet rijden. Nee. Ik bedoel, het is niemand zijn job, toch? Nee. Wat Angela wil zeggen, denk ik, is zo'n A&R manager, die heeft het natuurlijk ontzettend druk. Ja. Die krijgt een aanbod. Het is zijn baan. De minister-president heeft het ook druk. Lieve schat, luister, laat me even uitpraten. Ja, oké. Okay. Die krijgt een aanbod, laten we zeggen 100 cassettebandjes per week. Ik noem maar wat, dat is misschien een beetje overdreven. Maar die kan hij niet allemaal afluisteren. Dat kan dus niet, dus hij moet een keus maken. Ja. Nou ja, hoe maakt zo iemand een keus? En als, dat is heel moeilijk. Ik wil die man niet verdedigen. Waar het bij mij om gaat, is dat het totale effect van deze manier van denken, wat voor argumenten je er ook bij mag halen, is dat er gewoon over 30 jaar de paling beat sound uit Nederland komt en that's it. Ja. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik bedoel, er zijn hier popmuzikanten in de zaal die misschien willen reageren hierop, die daarmee te maken hebben. Ik ben Hans de Burg van de Plastic Dolls. Ja? Een band die platen in eigen beheer uitbrengt, tot nu toe. Ik wou zeggen dat het volgens mij andersom beter werkt. Als jij muziek maakt waar je achter staat, dan zorg je gewoon dat je in eigen beheer of cassettes of platen of desnoods cd's, want het wordt ook steeds makkelijker, uitbrengt. Als een platenmaatschappij geïnteresseerd is, komen ze maar naar jou toe. Waarom zou je gaan bedelen bij mensen die toch allerlei concessies van je verlangen? Dus als ze je willen hebben, komen ze maar naar jou toe. Oké. Maar dan wil ik je er wel op wijzen dat op dit moment een van de grote platenmaatschappijen waar ik mee gepraat heb, zijn Nederlandse productie afgestoten heeft. Ja, ja. Dat is dus echt heel erg. Er is volgens mij geen alternatief. Ik kom gewoon tot de conclusie dat die
dat die handel gewoon verschrikkelijk op zijn bek gaat. Maar daar kunnen we het wel over. Wat Angela ook zei over die omroepen, dat die discjockeys alleen maar nemen wat ze aanstaat, dat is niet zo. Het is zo dat de discjockeys alleen maar nemen wat de massa aanstaat. Precies. Met als gevolg dat independent producten die eigen gereid zijn, of hoe je het ook noemen wilt, steeds minder kans krijgen. Ja, nee, ze hebben echt ook een, en dat weet ik uit ervaring, want dat heb ik dus, ik heb met zo iemand gewoond. Het is klaar, is dat goed, wordt allemaal wel even opgezet. En wat in de eerste instantie lekker klinkt, wordt weer uitgesorteerd. Ja? En het, zo gaat het echt. En het is ook zo dat het ook heel belangrijk is hoeveel werken van zo'n platenmaatschappij wordt gemaakt aan één zo'n product. We zijn gewoon producten die hebben prioriteit. En als je dus prioriteit bent, nou dat is lekker. Maar als je het niet bent, dan ben je echt helemaal de klos. Dat is natuurlijk zo. Laten we eerlijk zijn. Dat als je een plaat importeert als platenmaatschappij, die in Amerika al in de top 10 staat, ja, dan val je niet op je bek, weet je. Ja, en dan komt dan ook dit repertoire komt nooit aan het bord. Kijk, wat hij net zei was natuurlijk ideaal, daar wil ik wel om applaudisseren, maar zo kan dat natuurlijk nooit werken. Het is natuurlijk prachtig dat platenmaatschappijen naartoe zouden komen, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Je zal zelf, en dat gaf ik net aan, creatief moeten zijn. Ja, ik denk dat die cirkel bijna vicieus is. Hè? Ik bedoel, jij kan niet, als je een bandje opstuurt naar een platenmaatschappij, dan komt dat bandje ik weet niet wat ik ermee aan moet. Hebben jullie daar een oplossing voor? Hoe komen we door deze impasse? Er is geen oplossing. Er zitten gewoon. Hoe gaat het in het buitenland? Dat moet je ook heel moeilijk. In Engeland is het nog veel erger. Want hier heeft hij dan zeg maar, laten we per dag 2 of 3 bandjes, laten we dat houden. Ja. In Engeland zat ik in een wachtkamer met 6 bands. En ik neem aan dat ze alle 6 fantastisch waren. Ja. Want zo te horen waren ze geweldig allemaal, begrijp je? Van die jongens hoor je naderhand nog wel wat terug. Hier niet. Dat is het verschil. Ik heb bij sommige platenmaatschappijen ook wel bandjes achtergelaten. En ook nooit meer iets gehoord. Ja. En dan wil ik nu eventjes toch vanwege bij Lobit ook nog even iets anders aansnijden. Hè? Het zwarte nationale Nederlandse product. In het begin van het gesprek maakte jij daar al een opmerking over. Er zijn dus in die 30 jaar, er zijn geloof ik Millie Scott, ik weet er nog een paar te noemen hoor. Spooky en Sue geloof ik.